Nadat er op de Dodoneerstraat gisteravond om 11:30 een auto in brand heeft gestaan, was het even na 5 uur in dezelfde nacht weer raak en weer in Zaandam. Dit keer was het bij de Statenhoek. En ook hier bestaat het vermoeden dat de auto is aangestoken. De auto is wel tot los. De wagens ernaast liepen schade op. Verder had de brandweer het weer snel onder controle. Omdat er een brandstichting in het spel kan zijn, was er veel politie aanwezig.